Hoe herken je nou desinformatie, onzin op YouTube? Het is eigenlijk best makkelijk, want er zijn altijd een aantal gemeenschappelijke gemene delers, waardoor je ontdekt dat wat deze persoon tegen jou via YouTube vertelt niet waar is. Het eerste is, de YouTuber zal het hebben over een groot geheim wat onderdrukt wordt door de mainstream media. Dit is al een eerste signaal dat er iets niet in de haak is. De tweede stap is dat de YouTuber je zal proberen te inenten tegen andere bronnen. En daarmee bedoel ik dat de YouTuber zal suggereren dat alle andere bronnen onderdeel zijn van het complot en daarom proberen om de waarheid achter te houden. Dat betekent dus dat als de YouTuber iets zegt en de Volkskrant of de NOS of RTL Nieuws zegt wat anders, kan de YouTuber zeggen, zie je wel, die zijn onderdeel van het complot. Je kan ze niet vertrouwen, want ze zeggen iets anders dan ik. Dat is inenten tegen andere bronnen. En tenslotte creëren deze YouTubers een gemeenschappelijke vijand. Dat kan links zijn, of dat kan rechts zijn. Dat kan de mainstream media zijn, de politiek, de Illuminati, de hagedismensen. En ik verzin dit niet, hè. Dit zijn echt dingen die gezegd worden. Er wordt een gemeenschappelijke vijand gecreëerd, waardoor de kijker het gevoel heeft dat hij niet alleen onderdeel nu is van het kennen van de waarheid, maar ook een strijder is tegen een grote onzichtbare macht. Dus de YouTuber zorgt ervoor dat jij je een beetje heldhaftig voelt, dat iedereen die hem tegenspreekt niet te vertrouwen is en dat, dat het controleren van feiten bij andere bronnen dan mensen die hetzelfde zeggen als de YouTuber een soort verraad is. Dit is hoe het werkt. Het is heel simpel. Leg deze drie punten langs iedere YouTuber en op het moment dat je 1, 2 of 3 van deze punten langs ziet komen, dan zie je dat er sprake is van onzin. Geloof mij trouwens niet om mijn woord, want dat is ook zoiets. Mij ken je niet, je weet niet wie ik ben, dat geef ik niet, houden we ook zo. Maar check wat mensen zeggen en check buiten je bubbel. Check niet alleen maar bij sites die jouw wereldbeeld bevestigen, maar durf ook eens te kijken naar alle andere kranten, nieuwsstations, radiostations, nieuwsbronnen die iets anders zeggen. En op het moment dat je ontdekt dat alleen een hele niche groep kleine websites een bepaald feit verspreiden en het wordt tegengesproken door het overgrote deel van de reguliere nieuwsorganisaties, dan kan je kiezen. Ofwel, alle journalisten ter wereld zitten samen in een complot en werken samen en overleggen en proberen echt om een geheim te onderdrukken, waarmee ze dus geen geld verdienen, want het geheim onthullen zou heel veel geld opleveren. Of de YouTuber heeft het fout. Dankjewel voor het kijken.